Vandaag met Aaron van Gijsbertsen en hij heeft meegenomen zijn BMW M6. Vandaag gaan wij bij mijn auto de olie wisselen van de versnellingsbak. Hier zie je dus bij twee, dit is de oude olie en dit is de nieuwe olie. Dus dit wordt nu uitgezogen, zeg maar. Het is vandaag woensdag en ook weer tijd voor een nieuwe vlog. Vandaag met Aaron van Gijsbertsen en hij heeft meegenomen zijn BMW M6 uit bouwjaar? 2006. En misschien wel leuk om erbij te vertellen, deze auto is geen originele Nederlander, maar hij komt uit Japan. En dan zou je denken, in Japan zit het stuur aan de rechterkant, maar het stuur zit gewoon netjes aan de linkerkant. En dat zien we vaker bij auto's die uit Japan komen, vaak de exclusievere auto's. Dat men heel graag het stuur aan de linkerzijde wilde. Jij hebt hem zelf gekocht in Japan of ben je erheen gegaan? In Nederland. Gewoon in Nederland? Ja. Hij was al in Nederland? Hij was al in Nederland, nog niet op kenteken. Hij was dus al in Nederland, niet op kenteken en wat ik zag ook weinig kilometers. Ja, heel weinig kilometers. 34.000 of zo? 37.000, dus eigenlijk is die auto gewoon nog helemaal nieuw. Dus deze auto heeft toch heel weinig ervaring. Tunen wordt een beetje lastig, hè? Er is een V10 motor, geen turbo's op, dus wat je kan toevoegen is niet veel. Maar wat wel leuk is, om natuurlijk te gaan meten, hoeveel pk heeft deze auto en hoeveel koppel met name. En uiteraard, hij is niet helemaal standaard. Je hebt wat aanpassingen gedaan. Ja, uitlaatje veranderd. Uitlaat is veranderd. Zit de katalysator eronder of is die? Er zit een racekatalysator onder. Oké, dus een racekat zit eronder. Uitlaat is verder naar achter helemaal aangepast. Ik zag een hele dikke luchtinlaat. Klopt. Dus we gaan de kap even open. De BMW M-motor, de V10. Wat is er zo bijzonder aan deze luchtinlaat? Ik ken het merk zelf namelijk niet. Ja, de grote vooral, de volume, het zijn sportluchtfilters. Ja. En ze zitten eigenlijk op dezelfde plek, dus doordat ze dicht zijn krijg je niet extra warmte er doorheen, dus dan blijven ze goed koud. Maar het is echt carbon? Ja. Oké, dus het eigenschap van carbon is natuurlijk, het laat geen warmte door eigenlijk. Ja, precies. Ja. Wat denk je zelf dat we gaan meten? Want dat is natuurlijk wel een beetje... Ja, als de manier waarop we boven de 500 komt, dan... Boven de 500 pk moet hij halen? Jazeker. Eigenlijk moeten we nog een stukje rijden, Jan. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel een stukje rijden. Ik ben wel aardig benieuwd. Even voor het geluid natuurlijk. Ja. En je hebt meer aangepast. En ik had ook de achterlichten. Ik bedoel, voor de BMW-liefhebber is het fantastisch om dingen te vertellen over zo'n auto. Inderdaad. Achterlichten, LCI-achterlichten met de knippers. Oké, dus deze achterlichten zijn niet geleverd in deze auto? Nee, bij zijn opvolger, zeg maar. Oké, dus de facelift-uitvoering had dit type lichten. Ja. Is dat zo plug-and-play? Ja, is het achter wel. Achterwel? Ja, die kun je zo kopen erin en het werkt. En voor heb je dus ook aangepast? Ja, de knipperlichten. Deze. Dit zijn ook de facelift koplampen die we zien? Nee, de knippers zijn LC, dus ook LED. Oké, dit is de LED, maar dit is origineel? Ja, dit is... Dit zijn 2D. Ik dacht dat het één grote unit was. Oké, dit zijn dus echt twee aparte delen. Nooit geweten eigenlijk? Nee. En voor de rest had hij al een hoop opties, hè? Ja, ik heb hem verder nog verlaagd, zwarte geel erin, nieuwe navigatie. Oké, dus ook de Navi, er zat hier neem ik aan een CCC-systeem in. Ja, en nu zit er een CIC in. De CIC is de opvolger van de CCC. Daarna kwam de NBT en daarna de Evo-systeem. Ja, klopt helemaal. Okay. Ja, ik ben redelijk op de hoogte. Jelle, ik zeg, we gaan even rijden. We gaan even het geluid horen van deze auto en even aanvoelen van, wat doet die? Ik ben benieuwd. Misschien ook wel leuk om nog uit te leggen. De automaat, dit is een SMG-automaat, SMG3. En eigenlijk is het een gerobotiseerde handbak. Ik heb zelf een Z4 gehad, die had de SMG2-techniek erin zitten. En eigenlijk inderdaad is het dus een handbak waarbij de koppeling hydraulisch wordt aangestuurd en dus bediend wordt. Dus je kan automaat rijden, maar het voelt wel anders dan bij de huidige automaat, bij de echte automaat, zeg maar. Die een andere manier heeft van koppelen. Zeg maar. Hij zegt me net, er zit een M-knop op. Laten we die ook zo eens even proberen wat dat gaat doen. Ik zeg, laten we gaan rijden, Jelle. Wow. En nu deze mooie knop, de M-knop. Met name, de hele beleving. Het geluid, je wordt echt in je stoel gedrukt dan. Het is een hele heftige auto. Ik denk dat het tijd is om hem naar binnen te gaan zetten, op de banken mee en kijken of hij die 500 pk gaat halen. Ik hoop het wel. Maar alle ingrediënten zijn er om die 500 pk aan te gaan tikken. Meten is weten.
en het slepen ook. We gaan nu eerst even testen of die stabiel staat. Dus dat gaan we eerst nu bekijken en daarna gaan we wel. Wat een geweld, hè? Ja. Maar goede score. Ja, mooi. We gaan het zo even bespreken. Ik ben heel benieuwd. Ik was dus vergeten om bij dit stukje de microfoon aan te zetten. Dus ja, zelf vloggen gezellig samen met Remy. Alleen zonder geluid. Dus ja, ik neem het eventjes opnieuw op. Bij deze de resultaten van de BMW van Aaron, de dikke M6. 520 pk scoorde hij met 533 Nm koppel. Dus dat is echt wel behoorlijk en hij scoorde dus flink over. Dus ja, nogmaals, excuses, geen geluid, maar ja, dan maar op deze manier. De resultaten zijn uiteraard bekend, hebben we net gepresenteerd aan je. En het rapport zit weer mooi in het mapje. Dus die ga ik aan Aaron geven. Dus deze is voor jou. Yes, dankjewel. Mooie score. Ja, tevreden. Tevreden, nou dat is het allerbelangrijkste. En sowieso zien we elkaar zaterdag. Yes. Want het tweede deel van deze vlog gaan we weer wat doen met mijn auto. Wat ga ik natuurlijk nog niet vertellen, want dat zie je zo niet vanzelf wel. Dus sowieso, wij zien elkaar zaterdag. Yes. Ik geef je box. Dat was de meting van de auto van Aaron. Zaterdag gaan we weer verder, dus dan zie je weer meer van ons. Jongens, en we zijn er weer. We moeten toch iets bedenken om het leuk te houden. We zijn weer bij Gijs Bertsen in Oudijk. Aaron staat ook hier naast mij. En vandaag gaan wij bij mijn auto de olie wisselen van de versnellingsbak. En niet alleen eigenlijk wisselen, maar ook echt flushen. Het spoelen van de automaat. Dus de auto gaat zo naar binnen en we gaan zo even meer uitleggen wat we exact gaan doen en waarom we dit gaan doen. Ik bedoel, ja, de dealer schrijft voor het is niet nodig. Het is long life olie. En toch zijn daar de meningen over verdeeld. Gaat hij weer? Volgens mij is het dezelfde plek als de vorige keer. Hopen dat de rat er niet is. Want hij terug wil naar de motorruimte. Maar, ja. Dus voor degenen die dat niet gezien hebben met de rat. Kijk even hier. Hierboven. Dan, als je daar doorklikt, dan kom je bij de video met de rat in de motorruimte. Ook erg spannend en leuk. Kijk, je pakt hem netjes in. Absoluut. Alles om te voorkomen dat er schade ontstaat. Oké, en hier zien we dus de gegevens van de auto. Onder andere chassisnummer, wanneer de auto geleverd is. Motorcode zien we. En wat hij nu aan het doen is, is informatie aan het ophalen, dus vanuit de auto met ja, de storingsdiagnose. Dus of er meldingen openstaan, gaan we zo zien. Rood is nooit goed, heb ik begrepen. Oranje valt mee, hè? Nee, valt mee. Maar we hopen dat de hele boom zo direct groen is. We zien dus de boom met componenten, dus eigenlijk de computers van de auto. En ik zie wel een aantal dingen die geel zijn. De FEM-module, de DDE en de combi. Combi is het cluster dat ik weet. De FEM is eigenlijk het brein van de auto zelf, dus niet voor de motor, maar het interne brein. En de DDE, zeg maar even niks. Dat is motormanagement. Oh, dat is de motormanagement. Oké, we hebben er van mij fouten geweest. Yes. Er stond nog een roetfiltermelding in. Dus het opnieuw aanmelden van het roetfilter. Dat hebben we inmiddels gedaan. En zoals jullie zien, alles is inmiddels groen. Dus dat is een goed teken. Zeker. Dus van mij kunnen we beginnen. Zit er nog een rat? Deze keer niet. Klein ranzig drappie. Ja. De olie wordt dus opgevangen in deze speciale bak. En waarom doen ze dat? Omdat ze exact willen weten hoeveel olie kwam eruit. En die olie gaat dus zo in, ik noem het even de spoelmachine. Ja, de spoelmachine. De spoelmachine. Ja. En dan gaat de procedure weer verder. Maar dan weet je dus in ieder geval hoeveel olie kwam er exact uit. Dat je dus nooit te veel olie of te weinig olie erin gaat doen straks. Nou, we peilen altijd op het laatst. Dus we zullen nooit te veel of te weinig olie naar buiten gaan. Ja. Maar het is altijd gewoon... Meestal lukt het gewoon om hem precies hetzelfde te krijgen als dat hij was. Nou, we hebben twee soorten beurten. Eentje met filter, eentje zonder filter. 100.000 kilometer doen we zonder filter. Dan spoelen we met de machine alle olie erdoorheen. Dat je zoveel mogelijk ververst. Dus we gebruiken meer olie als dat erin gaat uiteindelijk om hem zo schoon mogelijk te krijgen. Er zit een databank in. Dat kun je hier zien. Die gaan we dan ook gebruiken voor deze bak. We pakken de databank. Dan gaan we naar BMW. 21D N47. Klopt, ja. SZF TA 8AP. En dan krijgen we aanwijzingen welke adapters we moeten gebruiken, hoeveel olie erin gaat, aanhaalmomenten. Alle informatie die je nodig hebt,
staat in de machine. Ja, handig zo'n machine. Enter om te starten. Ook. En in de motor starten. Haalt nu de olie eruit? Ja, twee is zeg maar de oude olie. Twee is de oude olie. Oké, die is behoorlijk donker. En één is de olie waar je mee gaat spoelen zo. Ja. Hier zie je dus bij twee, dit is de oude olie. En dit is de nieuwe olie. Dus dit wordt er nu uitgezogen, zeg maar. En dit wordt straks teruggepompt. Motor uit. Doen we. Oké, nou, olie gaat te demonteren. Dus nu gaat de kartenpan er onderuit en yes. Gaan we gewoon in het brein van de automaat kijken. Zeg ja, maar. Ja. Wow. Dit is dus mijn oude kartenpan. En zoals we net hadden gezegd, dit zijn magneten. Deze vier stuks. En je ziet dus inderdaad dat er drap, slijpsel, in ieder geval overblijfselen aan die magneten zit. Dus dat is goed. Ja, het hoort. Daar zijn ze voor. Ze hebben hun werk gedaan, zeg maar. Ja. En wat is nu de volgende stap? Het pannetje eronder. De nieuwe pan gaat er nu meteen weer onder. Ja. Kijk eens. Dit is dus de nieuwe olie. Dit is de oude olie. Ja, qua kleur een enorm verschil. Dus het was wel hard nodig om de automaat te spoelen. Ik ben heel benieuwd of je ook met rijden daar nog iets van verschil merkt. Of dat het dus puur preventief is en dus gewoon onderhoud wat hoort op je auto. Olietemperatuur is nu 40 graden. Hij moet tussen de 40 en de 50 graden zijn om het goed te kunnen peilen. Stel hij zou 80 graden zijn, dan loopt alles eruit, want het zet uit als het warm wordt. De machine zien we nu is 41 graden, dus nu kunnen we hem peilen. Ziet iemand in die heeft hem in zijn drijf staan, loopt het eruit en is het goed. Jongens, dan loopt je olie uit, maar dit is dus... Dit is nieuwe schone olie. Nieuwe schone olie? Dan moet jij het niveau halen. Oké, dus nu wordt het niveau opnieuw bepaald? Ja. Totdat hij dus precies voldoet aan de fabrieksspecificaties. Yes. Ja. We zijn bezig met de laatste dingen en dat is het schoonmaken. Dus de laatste olieresten verwijderen. De pan zit er dus onder, nieuwe olie zit erin. Dus volgens mij zijn we bijna klaar, Melvin. Zeker, we gaan de bodemplaat eronder en dan bodemplaat eronder. Proefrijden. Snel gegaan eigenlijk, hè? Ja. Dus in een uurtje kan je zo'n wissel doen. De auto zakt weer, dus hij kan van de brug. Het is tijd om goed te gaan rijden. We zijn net even wezen testrijden samen met Melvin en voor mij voelde het goed aan, maar ik begreep Melvin is ook tevreden met het resultaat. Zeker. Hij schakelt soepel, doet wat hij moet doen. Dus preventief onderhoud uitgevoerd. Super blij mee. Jongens, dank jullie wel voor weer de goede service. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen. En natuurlijk, abonneren wordt ook zeer gewaardeerd. Wij willen heel graag naar de 10.000 abonnees, dus nog bijna 2.000 te gaan. Dus als je wil abonneren, dankjewel. Dit was het voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Kijk hem zitten dan. Auto.